De prachtige landschappen van Zuid-Limburg zitten vol leven. In deze rubriek laten we je zien wat je allemaal kan tegenkomen tijdens je wandeling. Zo kun je de hazelworm tegenkomen. De hazelworm is in werkelijkheid een pootloze hagedis. Daardoor wordt hij vaak aangezien voor een slang. Hij kan tot wel 45 centimeter lang worden en is licht als donkerbruin van kleur. Net als de levendbarende hagedis komen de jongen van de hazelworm volledig ontwikkeld ter wereld. Per worp zijn er ongeveer 8 jongen. De hazelworm is een carnivoor en eet hoofdzakelijk ongewervelden. Of heb je al eens een prachtige ijsvogel gezien? Wie wel eens een blauwe fluoriserende flits over het water heeft zien gaan, zag een ijsvogel in actie. De ijsvogel is een kleine vogel met blauwe en oranje veren en een lange spitse snavel. Hij houdt van stromende beken met helder, zuurstofrijk water. IJsvogels jagen van takken boven het water op vissen. Als een speer duiken ze op hun prooi af, die ze pas doden en opeten als ze terug op hun vaste uitkijkpost zijn. In maart wisselen het mannetje en vrouwtje elkaar af bij het graven van een 50 centimeter tot zelfs meter diep gat. Achter deze pijp maakt het vrouwtje een nest op de kale bodem. De broedtijd duurt ongeveer 18 tot 21 maanden. Door de verbetering van de waterkwaliteit broeden er tegenwoordig weer meer ijsvogels in Nederland. Heb jij tijdens je wandeling een goede foto gemaakt van de Zuid-Limburgse flora of fauna? Stuur je foto door via onze socials en wie weet zie je jouw foto terug in onze aflevering.